Welkom bij het wijste woordspel van Nederland, Lingo! Met vandaag in team 1 vriendinnen Circe en Nina. Circe studeert tandheelkunde en Nina cultureel maatschappelijke vorming. En in team 2 ook vriendinnen Marley en Bernadette. Marley is postchauffeur en Bernadette pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Hier is uw medewerker in de ballenopvang, Lucille! JP, dankjewel. Een hele goede avond allemaal. Van harte welkom bij Lingo. We gaan lekker het spelletje weer spelen. En dit zijn de kandidaten van vanavond. Circe en Nina in team 1. Ik vind het wel eens een keer mooi om het over dromen te hebben. Want ik vind namelijk dat Nederlanders te weinig durven te dromen. Gewoon een ultieme droom. Iets wat je graag nog wil bereiken in het leven. Circe, wat komt er dan bij jou zo bovendrijven? Nou, ik hoop dat ik nog stage kan lopen in Australië. Kijk, dit zijn nou mooie dromen. Ja. En je moet het wel een beetje toelichten. Nou, mijn zusje zit nu in Australië voor 8 maanden. En volgens mij is het wel heel erg leuk. En dat wil ik eigenlijk ook wel. Je wilde lekker even achterna. Ja. Hartstikke goed. En jij, Nina? Nou, ik zou later, graag als ik groot ben, zou ik mijn eigen muziek en kunstfestival willen opzetten. Zo, ja. Dat is pas een droom. Ja, zeker. Vertel eens een beetje meer iets over de inhoud daarvan dan. Nou, ik ben nu heel erg druk bezig met dingen aan het organiseren. Dus echt event management en dat soort dingen. En ik wil echt een nieuw soort van muziekfestival. Maar er zijn er al heel veel in Nederland, dus ik wil daar ook kunst bij voegen. Dus iets helemaal nieuws. En precieze muziek, precieze kunst, dat maakt niet zoveel uit. Muziek gecombineerd met kunst. Ja. Ik vind het een fantastisch idee en ik hoop echt dat het jou gaat lukken. Zet hem op vanavond! Yeah. En wat is dan de droom van Marley? Ja, ik denk dat ik graag moeder zou willen worden. Ik vind het een geweldige droom! Ja? Ja, het lijkt me wel leuk, een paar kindertjes. En over hoeveel jaar? Ja, over een jaar of 7, zo rond mijn 30ste. Dan wil jij graag moeder worden? Dan hoop ik het te worden, ja. Van eerst maar even die man zien te vinden. Kijk, nou dat gaat je dik lukken, dat weet ik zeker. Ik hoop het echt. Absoluut. Bernadette, en jouw droom? Ja, ik wil heel graag in New York een keertje gewoon shoppen en mijn ding doen en gewoon een paar maandjes leven misschien. En wat is je ding doen? Ja, gewoon zeg maar leven zoals de mensen daar leven. Bijvoorbeeld naar een universiteit en gewoon naar de bibliotheek, gewoon boodschappen doen. Gewoon leven zoals hun leven, gewoon een andere cultuur proeven. Gewoon lekker mee met het New Yorkse leven. Precies. Het lijkt mij ook prachtig. Ik wens jullie veel succes en ik hoop dat al deze dromen gaan uitkomen. Team 2! Ja, en droomt u ook van de Lingoballen? Circe en Nina, jullie krijgen de oneven ballen. 8 verdwijnen er van de kaart. Marley en Bernadette, jullie krijgen de even ballen. En ook hier verdwijnen er 8. Oké, Marley, jij mag beginnen. Oké. Boeken, B-O-E-K-E-N. Bonnen, B-O-N-N-E-N. Botsen, B-O-T-S-E-N. Netjes gedaan, Marley. Oké, de bal mag gepakt worden. Groen! Vijftig. Bal nummer 50. Ja, Bernadette. 42. Bal nummer 42. En weer door, met een nieuwe letter. Z. Zeuren, Z-E-U-R-E-N. Zondig, Z-O-N-D-I-G. She's got the spirit. Hey! Bal nummer 36. Bernadette. 6. Nou, nog even opsparen, denk ik. Dat groen €200 in de jackpot. Je mag door. Nietje. Nee, Bernadette, sorry. Bernadette mag door. Nietje. N-I-E-T-J-E. Heel goed. Ja, Marley? Netjes. N-E-T-J-E-S. Dan is het.
Netten. N-E-T-T-E-N. Nee. Nesten. N-E-S-T-E-N. Is dit het derde woord? Ja! Achtenzestig. 32 en dan heb je Lingo. 28. En bal nummer 28. Oké, en het allereerste die letterwoord. Doet u thuis even lekker mee. Misschien bent u wel eerder dan uw man of uw kind. Wat zou het kunnen zijn? Rood staat goed en geel moet door elkaar gehutseld worden. Maar we komen nu toch al heel erg dichtbij. Nee, team 2 was eerder. Endoniemen. Het is maandag en dus is het Heb je een taalvraag? Stuur die naar professor J.P. dag. Ja. Dat deed ook Tini Vonk en die vroeg zich af waarom er verschillen zijn in de schrijfwijze van plaatsnamen. Eerst, mevrouw Vonk, een beetje theorie. Je hebt, als je het hebt over schrijfwijze van plaatsnamen, endoniemen en exoniemen. Endoniemen is de manier waarop je het in het land zelf schrijft. Bijvoorbeeld Keul, K-O-Umlaut, L-N. Ja, ja. En exoniemen is de schrijfwijze zoals je dat in ons hier land doet. Ja. En dat is bijvoorbeeld Keulen. Keulen. Dat is de theorie, zometeen de praktijk. Het is een lastige. Ja, maar toch wel goed om te weten. Bernadette. Waters, W-A-T-E-R-S. Werken, W-E-R-K-E-N. Westen, W-E-S-T-E-N. Wenken, W-E-N-K-E-N. Wenken. En dan de vijfde beurt. Welken, W-E-L-K-E-N. Welken, dat is niet helemaal goed, denk ik. JP? Welken is literaire taal en betekent verwelken of verflensen. Wat een prachtig woord. Verflensen. Ik gebruik het nooit. Nee, maar het is literair. Dus gebruik ik het nooit. De zesde beurt. Gaat naar de dames van welkom. Team 1. Welkom. W-E-L-K-O-M. Welkom! En of het welkom is. €25. De ballenbak. Wat heb je? Vraagteken. Welke mag er dan verdwijnen? 45. 45 had ik ook gedaan. Nina. 41. Bal nummer 41. Oké, we zijn bij team 1 en we blijven even bij team 1. Nina. Franje. F-R-A-N-J-E. Fresco. F-R-E-S-C-O. Fictie. F-I-C-T-I-E. Fouten, F-O-U-T-E-N. Zoemertje. We blijven in fregat. De vijfde beurt, Marley. F-R-E-G-A-T. G-A-T, fregat. Ja, 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 ja! Yeah. Bal nummer 64. 18. Bal nummertje 18. Oké, we gaan weer verder. Bernadette. Zuchte. Z-U-C-H-T-E. Ja, zuchten, goed. Ja? Aanvoegende wijze, de conjunctief van het werkwoord zuchten. Ik hoorde wat gerommel in het publiek. Ik denk, ik moet even ingrijpen. Ze waren aan het zuchten waarschijnlijk. Ja, nee, ze waren eventjes aan het nadenken of het wel goed was. Zomaar, Z-O-M-A-A-R. Marley, zomaar? Nee, Bernadette? Zoemer, Siersen. Zaakje, Z-A-A-K-J-E. Zaakje. Bijna. Zaadje, Z-A-A-D-J-E.
10 letterwoorden. De tweede. Oké, Seerse en Nina, kom op. Geef de strijd niet op. Veranderen. Veranderen. Zo, en dit was even een hele goede beurt. 110 euro, 130, 20 euro verschil. En JP, jij bent ook een beetje aan het veranderen. Ja, nou, er komt een heel moeilijk verhaal, dus luister en huiver. Oké, ik ga me proberen echt goed te concentreren. Prima. Een beroemd voorbeeld in verschillende benamingen van plaatsen is natuurlijk Peking en Beijing. Ja. Nou, wij noemen Peking Peking omdat 400 jaar geleden Franse missionarissen in China waren en daar de naam Peking tegenkwamen. Die werd uitgesproken door Chinezen die de taal Yue spraken. Dat namen ze mee naar Europa en iedereen ging het hier Peking noemen. Daarna kwamen andere Chinezen aan de macht die Mandarijnen spraken. Ja. Het verschil tussen Yue en Mandarijn is dat er een klankverandering is tussen de K en de J. Peking werd Beijing. Ja. Daar gingen ze het Beijing noemen. Wij bleven het Peking noemen. En dat is de verklaring. Ik snap hem. Ja. Nina, mooi. Heb jij het? Bijna. Nee. Laat het maar even pruttelen. Bernadette. Anders. A-N-D-E-R-S. Aceton, A-C-E-T-O-N. Ja, om je nagels mee schoon te maken. Asfalt, A-S-F-A-L-T. Yeah. 32. Ja! Ja, nu gaan ze toch wel behoorlijk aan de leiding. Team 2, 100 euro...